De groep van Joël Joyotaruno, Jumensa van Genen, Arjen Bensraaj en JD Messier zijn de winnaars geworden van de AI Hackathon 2024, georganiseerd door DataSur. De groep won de hoofdprijs van $1500. Jurgen Smelts, vertegenwoordiger van de organisatie, geeft aan dat het niet makkelijk was om de winnaars te kiezen. Hij stelt dat alle groepen sterk waren. Jullie hebben het ons echt heel erg moeilijk gemaakt vanaf het begin. We moesten dus ons even terugtrekken. En natuurlijk, de topic is AI Hackathon. Dus we moesten uiteindelijk echt gaan downdrillen. Waar hebben we dus echt, waar komt echt AI sterk naar voren? Dus op een gegeven moment heb je dan een top 1, top 2, top 3. We hebben natuurlijk ook gekeken naar de presentatiestijlen, want uiteindelijk is het een solution, dus toen hebben we ook gekeken naar solution. En uiteindelijk moet het een volledig product zijn. Dus dat zijn de zaken die naar voren zijn gekomen en waarom we ons dus terug hebben getrokken. AI, de solution en de presentatie en waar Brian vaak op hamerde, ook het business gedeelte. De hackathon van dit jaar had een apart karakter vanwege de invloeden van kunstmatige intelligentie, AI, in het geheel. Een hackathon is een intensieve evenement waarbij mensen samenwerken en programmeren, waarin mensen bijeenkomen om innovatieve oplossingen te bedenken en te bouwen voor specifieke problemen of uitdagingen.